Dit is een Juniperus sinensis, ofwel de Shimpaku jeneverbes. Deze jeneverbes die heb ik gekocht een paar maanden geleden bij Hans van Mol. En het is een jeneverbes die duidelijk al opgekweekt is in de vorm van een cascade, in dit geval een half cascade. Ik wil hier een hele cascade van maken en dat wil zeggen dus dat die echt naar beneden moet komen hangen. Tenminste, dat hoop ik. Want ik weet niet of ik dus, hij ligt al behoorlijk plat, of dus de wortels, als ik ze plat genoeg kan krijgen, om in de schaal dus ook zo ver naar beneden te gaan. Om deze boom te vormen, heb ik in dit schaaltje eigenlijk geen mogelijkheden om bijvoorbeeld de zware tak naar beneden, om die te buigen en te spannen. Als ik deze pot nou eerst in een cascadepot zet, in een lange pot. Ik heb een mooie oude Chinese lange pot. En omdat ik hem daar inzet en ik laat hem eerst aanslaan, dan kan ik het volgende groeiseizoen eventueel die boom gaan vormen. En dan kan ik de schaal of de pot gebruiken om dus eventueel met spandraden te werken. Dat is met dit schaaltje en dit potje niet mogelijk. Bovendien wil ik graag weten in wat voor staat die wortels verkeren. En of de wortelkluit dusdanig dus te zetten is, zoals deze nou, dat ik hem dus nog in een pot kan krijgen. Dus dat hij dit hier over de rand heen gaat hangen. Om dit te weten moet ik hem dus uit de schaal halen en eventueel gaan verpotten. En dan eventueel kijken ja, of dat inderdaad die cascade ervan te maken is. Mooie gezonde boom. Ze hebben dus al wel een beetje voorwerk gedaan. Hè. Ze hebben dus een beetje de toppen al naar achter gezet en het groen voorbereid. Het is alleen de stand vind ik niet helemaal tof, maar het is natuurlijk nog wel te veranderen. Dus ik ga eens eventjes een bak erbij pakken dat ik het rondom de wortelkluit schoon ga maken. En dan gaan we eens kijken of we dus iets ermee aan kunnen met de boom. Het is mooi geworden. Hele grove bumps zit hierin. Lekker daar maar. Ja, het is echt wel mooi opgepot geweest. Zo, dit is dan dus die pot. Ik heb de wortelkluit een beetje voorbereid. Er zaten hier een paar wortels aan waar dus uiteindelijk heel weinig haarwortels aan zaten. Aan deze kant ook. Dus ik heb hem mooi smaller kunnen maken, want mijn pot is niet zo heel breed. Maar nu past hij hier wel in. En dan is de bedoeling dat die boom dus als een cascade is een beetje helemaal gaat liggen. Hij mag met zijn wortels er iets aan de oppervlakte komen, zo met zijn stam. En dan dit zal dan in de toekomst naar beneden gehaald moeten worden, verder en gevormd. Dit wordt dan de top, dat wordt hier naar achteren gewerkt. En nu ligt hij plat.
dan zou je er ongeveer zo in moeten. Met deze voorkant, ik vind dit, het berglandschap vind ik wel mooi. Dit is een mooie techniek, dit is niet met verf gedaan, maar dit is met aardewerk gedaan. En dit is meegebakken. Dus, dit is de bedoeling. Dan ga ik eens eventjes van onderuit lange draden naar boven maken, dat ik je kan verankeren. En dan vul ik hem een eind op met Kiryu Akedama. En dan kunnen we hem straks oppotten. Zo, ik heb de pot van helemaal van onder pure bimsteen opgevuld, ongeveer zover. Dan erbovenop grove met wat fijnere. En dan vanaf hier zit al een klein beetje Akedama erin. Dan zit ik ongeveer op dit pijl nou. En nu gaat het dus nou nog fijner. Zo aangemaakt Akedama met Kiryu en dergelijke. Dus dat komt eigenlijk bovenop. Maar dan moet ik eerst de boom erbovenop leggen. En dat houdt dus in dat ik de ruimte die straks overblijft, en ik zit nog niet op die grond, wel moet opvullen goed. Dus we gaan eens eventjes kijken hoe we de boom neerleggen en hoe we het allemaal erin gestopt krijgen. Dat gaat al. Ik heb dus vier spandraden, dus eigenlijk twee, die dus onderdoor de drainagegaten weer naar boven komen. Ja, dit was de bedoeling als voorkant. Dan kun je kijken, hier paradijsvogel, hier paradijsvogel. Dus ja, is me alleen de vraag hoe ver laat ik hem plat liggen. Ik ga hem eerst maar eens eventjes een beetje vastzetten. En dat doe ik een beetje aan de zijkant. Dan doe ik met deze ook, die gaat ook naar die kant. Maar ja, maar zo'n boom, als hij eenmaal aangeslagen is, dan is het een half jaartje. En dan kunnen die spandraden er eigenlijk af. En die zijn natuurlijk helemaal niet mooi hier bovenop, maar maakt op het ogenblik dus niet veel uit. Het is opkweken. Nou, dan moet eigenlijk die grond, die moet er allemaal langs. Daar hebben we natuurlijk ook kleinere schupjes voor. Hè?
bolletje op. Zo, de rest mag zo blijven zitten. Zo, het is een beetje beschermd tot er geen ongedierte of bacteriën in gaan zitten. Dan dekken we de bovenkant nog een beetje af met Akadama en Kiryu. Zo, kunnen we nog een beetje gieten. Ja, het is natuurlijk droog, ziet er niet zo mooi uit. Maar dat maak ik wel even vochtig. Voordat ik ga gieten. Zo. Zo, die zit erin, die is kapot. Ja, de boom laten we met rust, dat had ik al gezegd. Hè. Dit is dus voor later. Ik zal nog heel eventjes de camera dichterbij pakken. Om heel even te laten zien hoe het eruit ziet ongeveer hier op de wortelkluit. Zo, dit is de bovenkant van de pot. Kijk, dit ziet er toch uit als een brede wortelvoet. Zo, dit is hij dus. Ik zal hem nog eventjes een beetje omdraaien. Zodat je de voorkant kunt zien. Ja, dit moet dus straks naar beneden en dan moet er nog een beetje beweging in komen. Hè. Er zitten mooie zijtakken op. Even aan de andere kant staan. Dit kan ook voor voorkant, maakt ook niet uit. En dit wordt een boom die straks echt wel van twee kanten mooi te zien is. Nou, dit wordt gewoon een yin die hierop zit. Er komen wel meer yinnen en doodhout in. Zo. En dus afwachten tot het najaar. En dan gaan we, als het goed is, gaan we hem vormen. Jins bewerken, draden, buigen. Kijk, en als dit vast zit, dan kan ik dit hierheen trekken. Dan kan ik de schaal gebruiken om dit aan te trekken. Zo, ik hoop dat het een heel klein beetje bevallen is. Het is natuurlijk geen spectaculair
vormgeving geweest, maar het is weer een tipje voor wat je nu in deze tijd van het jaar zo'n beetje aan je bomen kunt doen. Dus ik zou zeggen mensen, tijd om te gaan verpotten. Wel natuurlijk uit de vorst houden. Ik ga deze boom nu aangieten, net zolang tot het eronder lekker uitdruipt, uitvloeit. En dan gaat die vervolgens weer de winterberging in. Om dus te wachten tot het mooi weer wordt en dan gaat hij naar buiten. Ik heb dus op het ogenblik ook nog alles binnen staan, maar het staat hier ook nog helemaal vol met bomen. Ik zal heel eventjes een beetje instoeien naar de zijkant, kun je het zien. Kijk, hier staan lariksen. Onder staan bossen. En hier staan daarachter nog een hoop esdorens en alles. Maar ja, dit is als je dus een beetje klein in de ruimte zit en je wilt toch een beetje een studiootje hebben, dan is dit de oplossing. Dit was het. Tot de volgende keer.